Het volgen van een opleiding in de creatieve sector zit in de lift. Steeds meer jongeren, maar ook ouderen, willen van hun hobby hun beroep maken. Daarom bundelt Sintra Limburg haar creatieve opleidingen rond kunst, antiek en ambachten op de campus van Tongeren. We vonden toch dat het beter was om dat allemaal samen te brengen onder één dak. Zodat je meer mogelijkheden hebt naar expertise en competentie. Ook meer naar infrastructuur, beter professioneel aanbod, opleidingen op elkaar kunnen afstemmen. Beter producten in de kijker zetten. En vandaar dus dat dit zo wel uniek is, dat sinds vorig jaar alle kunstambachtelijke opleidingen antiek en restauratie in Tongeren kunnen doorgaan. Het is belangrijk dat mensen een bedrijf kunnen beheren. We zijn hier eigenlijk ook een opleidingscentrum voor zelfstandigen. Het is belangrijk dat de mensen zich kunnen handhaven op die markt. Dus ook contacten met klanten en het beheer van het bedrijf is hier erg belangrijk. Dus de cursisten volgen ook naast het beroepstechnisch gedeelte een pakketje bedrijfsbeheer gedurende een volledig cursusjaar. En kunnen dan ook het diploma zo behalen. We vinden het ook heel belangrijk dat cursisten daar zich in verder kunnen ontwikkelen. Een jaar geleden werden deze schilderijen in de Begijnhofkerk van Tongeren getoond aan het publiek. Nu is de restauratie zo goed als voltooid en staan ze terug te pronken in het leslokaal. Als je ziet tot welke resultaten wij eigenlijk komen, dan moet ik de mensen eigenlijk proficiat wensen. Want ze hebben de werken die zijn uitgevoerd door het Museum van de Vlaamse Minderbroeders te Sint-Truiden tot een goed einde gebracht. Ze zullen eerdaags worden opgeleverd aan het museum. En ik denk dat het Sintra Tongeren fier mag zijn op de mensen die dit tot een goed einde hebben gebracht. Men moet ervaring kunnen opbouwen. En vandaar ook dat wij regelmatig naar de openbare sector stappen, naar de archieven stappen, de kerkfabrieken, maar ook de musea, om werken uit een depot te halen. En vandaar ook de mensen hier te laten werken op werk dat echt wel belangrijk is. Sto cercando il modo di raccontare. Brigitte Meeuwis heeft nu een eigen restauratieatelier in Hasselt. Zij gaf een goed betaalde baan op om haar droom waar te maken. Dan ben ik eigenlijk terug naar school beginnen te gaan. Ik ben begonnen met Sintra. Ik heb daar 7 jaar de opleiding gedaan. En eigenlijk is dat iets, en dat merk ik ook bij de andere mensen, dat is een passie die groeit. Je komt daarin en hoe meer je daarin werkt en hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer je eigenlijk daar een liefde voor kweekt eigenlijk. Solo rischiando tu vivrai. Waarom gebruiken wij speeksel? In ons speeksel zitten enzymen en dat heeft een reinigend effect. En je kan dat eigenlijk ook kopen bij de apotheker hoor, maar dan moet je dat nog prepareren, dan moet je de juiste temperatuur hebben. En uit onze mond ideaal, dat is 36, 37 graden. En je maakt dat dus eigenlijk nat. En die enzymen die doen eigenlijk hun werk. En dat is het verschil met water. Anche per me. Als wij werk binnenkrijgen, het eerste wat dat wij doen, is minstens vragen of we dat weekje mogen onderzoeken. En wij beginnen altijd met de drager. Dus in tegenstelling tot mensen die naar kunst kijken, en natuurlijk naar de voorkant kijken, beginnen wij met de achterkant van, is de drager, hetgene wat het kunstwerk eigenlijk draagt, zoals hier is dat het paneel, is dat nog in orde? Want als dat niet in orde is, dan zijn de pictorale lagen, of beter, de verf en de grondering ook niet meer in orde. Dit is echt oud, dus het paneel. En de achterkant is heel interessant. Dat is typisch een restauratie van de 19e eeuw. In de 19e eeuw waren er virtuozen daarin om dit te doen. Het paneel heeft eigenlijk de neiging om krom te trekken. Dus de relatieve luchtvochtigheid niet constant is. En om dat tegen te gaan, werd er met de draadrichting van het hout latjes gelijmd. Deze zitten dus ook vast, deze allemaal. Die lopen met het hout mee. En deze, die zitten los. De lesgevers van Sintra zitten altijd zelf in het vak. Zo is Patrick Damiaans uit Mazeik docent voor de opleiding houtbeeldhouwer-ornamentmaker. Patrick is de enige ornamentist in Vlaanderen en is gekend in binnen- en buitenland voor het maken van Luikse meubelen. Toen ik mijn studies beëindigde in Mazeik voor meubelmaker en
daar hoorde ik op dat laatste jaar toen ik daar studeerde en dat er een school bestond in Luik voor houtsnijwerk. Dat was in die periode een van de beste scholen van Europa. Op dit ogenblik, jammer genoeg, bestaat die school dus niet meer. Je moet creativiteit hebben, je moet mooie dingen kunnen appreciëren. Zaken die je ziet in een museum, dat je al dadelijk kunt zien van dit is mooi, dit is slecht, of dit is mooi uitgevoerd, dit is slecht uitgevoerd. Je kunt iets scheppen, dus ik zal nu zeggen, je kan een leuks meubel imiteren of namaken, maar je kunt er ook in je eigen goesting in verwerken in het meubel of inspelen op de vraag van de klant. Mijn kenmerk is een kleine libel. Ik zet altijd een kleine libel in een compositie van houtsnijwerk. Dus dan zien ze 800 jaar nog altijd, dat is een originele Damiaans. Ja, zullen we wel zien, hè. Naast de opleidingen rond kunst, antiek en ambachten worden nu ook de opleidingen in de groensector in Tongeren gebundeld. Een van de afgestudeerden is Margie Mertens, tuinarchitect en florist. Ik ben afgestudeerd als tuin- en landschapsarchitect. Ik heb dat hier in België gestudeerd. Ben samen met mijn man eigenlijk begonnen als zelfstandige voor tuinaanleg en tuinontwerp. En eigenlijk als aanvulling daarop hebben we nu dan de winkel geopend met ook snijbloemen en bloemstukken en dergelijke. Het is eigenlijk een beetje een aanvulling op het tuinaanleg en groen en groene omgeving. Dat kan een paar graden vorst hebben. Dus dat als je dan dus zo een paar en dan dit van die groen. Ja. Voordelen dat je je eigen baas bent, dus dat je eigenlijk je eigen ding kunt doen wat je graag doet. En de nadelen is dat je eigenlijk nooit gedaan hebt, dus dat je eigenlijk altijd aan het werk bent. Maar ik denk dat dat ook een beetje een passie is. Wie meer wil weten over creatieve opleidingen, kan terecht op deze website.